Een man die is bij de Lidl en die wil zijn auto kwijt. Die rijdt in de ronde en nog in de ronde. En hij denkt, er gaat net een auto weg. Nou nee, die komt net, godverdorie. En je ziet op een gegeven moment alleen nog maar een invalide plaats. En nou, dus hij denkt, ja, kom maar schelen, ik zet hem daar even neer. Dus hij zet hem daar neer. Komt meteen een vrouwtje, komt naar hem toe. En die zegt, meneer, heeft u het gezien? U staat op een invalide plaats. Ja, zegt hij, dat klopt. Hij zegt, maar u weet toch helemaal niet of ik wel of niet invalide ben? En die vrouw zegt, nou, volgens mij bent u niet invalide. Nou, hij zegt, ik ben wel invalide. En wat heeft u dan? Hij zegt, Gilles de La Tourette, oude smerige kreupelen pleuren.